Luc, dat is volgens mij nieuws te melden. Vertel maar. Ja, klopt, ik heb mijn contract met 1 jaar verlengd. Dus dat betekent dat ik sowieso bij PSV blijf. Gefeliciteerd. Op basis waarvan heb je de keuze gemaakt? Nou ja, ik heb natuurlijk, er zijn heel wat dingen hebben er gespeeld deze transferperiode. En ja, op een gegeven moment moet je een beslissing gaan maken wat je wil. En ik heb altijd een heel goed gevoel gehad bij PSV. Ik heb het altijd aan mijn zin gehad hier en nog steeds. Dus ook het vertrouwen wat ik nu krijg weer van de nieuwe staf en alle spelers die er zitten. Ik heb gewoon heel erg naar mijn zin hier. En ja, dan moet je ook soms koesteren wat je hebt. En dan ben ik blij dat ik hier heb kunnen verlengen. Wilde je ook rust gewoon voor jezelf? Nou ja. Omdat het vorig seizoen zo lang onrustig was. Ja, het is nu ook wel onrustig geweest, dat kan ik je ook wel vertellen. We spelen altijd dingen en dan moet je keuzes maken. En dan ga je afwegen wat is nou goed voor jezelf. En wat is belangrijk om nu te doen. En wat ik al zei, ik heb zo'n goed gevoel hier bij PSV. En het gaat zo lekker. Dat betekent voor mij dat het niet een heel moeilijke keuze was uiteindelijk, zeker niet. Heb je daar dus ook niet veel over hoeven overleggen? Lang over moeten nadenken? Niet heel lang, nee. Uiteindelijk, kijk, wat ik al zei, ik heb met de trainer gesproken erover, met de technische directie ook, John de Jong. Uiteindelijk heeft dat mij heel veel vertrouwen gegeven hoe graag ze me hier wilden houden en hoe ze het te zien met mij. En uiteindelijk ook het belangrijkste dat ik bij een fantastische club speel en dat ik heel erg naar mijn zin heb. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor me. Hoe is het met de voorbereiding tot nu toe? Ja, goed. Goed. Ik zit lekker in mijn vel. Ik voel me goed, fit en we trainen hard en ik denk dat het team ook sterk wordt. Ja. En merk je verschil met bijvoorbeeld vorige week in Brussel en nu hier? Zie je de progressie? Ja, zeker wel. Kijk, het is een iets andere manier van hoe we willen spelen, hoe we willen verdedigen. En dan moet een team groeien natuurlijk ook. Kregen we veel tegengoals, omdat het moeilijk is om nog daar op in aan te passen, denk ik, iets anders is. Maar dat mag het nog steeds niet gebeuren natuurlijk, maar het is blijft voorbereiding, dus je moet gewoon fit worden, veel arbeid leveren. En vandaag zag het er al een stuk beter uit. Ja.